Een warmtepomp levert warm water om te kunnen douchen en om je huis te kunnen verwarmen. Net als een cv-ketel. Alleen een cv-ketel doet het op een temperatuur van 80 graden, terwijl een warmtepomp dat doet op een temperatuur van 35 graden. Om die reden heb je ook een speciaal afgiftsysteem nodig om de warmte effectief te kunnen overdragen aan de ruimte. Dat kan zijn vloerverwarming, maar je kan er ook voor kiezen om je bestaande radiatoren te vervangen door lage temperatuurradiatoren, ofwel convectoren, zoals deze. Die convectoren kan je overal in huis ophangen. Maar we hebben gemerkt dat bijvoorbeeld op slaapkamers mensen het niet altijd nodig vinden om daar continu te verwarmen. In dat geval kan je de bestaande radiatoren gewoon laten hangen. Het wordt er geen 20 graden meer, maar de kou is in elk geval uit de lucht. En mocht je het incidenteel toch willen verwarmen, dan kan je bijvoorbeeld een infraroodpaneel ophangen. Kortom, vloerverwarming is niet per se noodzakelijk om je huis comfortabel te kunnen verwarmen met een warmtepomp.